Goedemiddag, het is 3 uur. Dat betekent weer tijd voor een nieuwe vlog. Ik ben Emilio, dat weten jullie al. En super tof dat jij weer kijkt bij deze vlog. Gekke intro, maar hey, soms kan het wel eens een keer. Mijn dag is al op de helft al. Maar dat komt omdat ik tot 12 uur ging ik lekker relax ontbijten. Gewoon zoals het altijd is als ik wat later moet gaan beginnen. En ik moet vanmiddag werken van 5 tot 9. Tot een uurtje of 10. Uiterlijk. Thans dat denk ik, maar dat weten we nog niet 100% zeker. En ik ga ook nog vanmiddag zo nog even naar de action toe. Het is nu dus al 2:30. Over ruim een half uur dan gaan we er vandoor. Ik ga nog even kort even relaxen en dan gaan we al daar naartoe. Ik heb de vlog die jullie 2 dagen geleden al online zagen, heb ik vanochtend nog even bewerkt en online gezet. Het was ingepland, want ja, over 1,5 uur komt pas, voor mij zien we pas de vlog, die vlog online. Maar in ieder geval ga ik dus verder met de dingen die ik nog ga doen voor vandaag. En ik hoop dat jullie gewoon genieten van deze dag. En vlog. Ik ben weer terug, ik ben net met de begeleiding naar de action geweest. En ik heb hier een nachtlampje, perfect. Nou, kijk eens hier, hatsaflats, ja. Iets te veel, maar hey, het is gewoon een goede lamp. Die ik gewoon prima kan gebruiken. Het lijkt nog verder dan het lamp wat hier zit. Maar super fijn. En voor de rest, het is 2:30 geweest. Nou, het is nog niet eens 2:30. En ik ga gewoon lekker rustig aan doen. Maar langzamerhand over een uurtje klaarmaken voor werk. Dan ga ik daar naartoe. Dus ik zie jullie zo weer. Ik heb de spulletjes al bij mij klaarstaan om mee te gaan. Pak nog even mijn deo. Flesje water. En dan gaan we gewoon lekker alvast met de tas gaan wij dan naar mijn woonkamer toe. En ik zat nog even brugklas te kijken. Die doen we dan eventjes uit. Zo. Hatsenplats. Zo. Ik ga vanavond als ik terug ben ga ik alles een beetje afwassen. En dan ga ik ook zo direct door naar mijn werk toe. En dan zie ik jullie denk ik straks als ik klaar ben met werken. Ik ben nu al moe, maar hey, ik kom maar 4 uurtjes te werken vandaag. Dus dat komt vast wel helemaal goed. Mensen, ik ben nu klaar met werken. Ja, en mijn stem die is weer lekker overbladen. Maar ik ga dus nu zo richting kamp toe, dus ik zie jullie wel in mijn appartement. Ik ben weer terug bij de mensen. Dat zien jullie denk ik ook al. De setup weer hier. Maar ik heb gewoon goed gewerkt vandaag. Voor de rest ga ik nog eventjes de televisie kijken, nog even wat eten. Dan zien we een beetje nog wel hoe we deze avond nog gaan vermaken of gaan verlopen. Ja, dat dus. Dus ik zie je zo weer. Ah ja, en mijn stem is een beetje apart. Sorry daarvoor. Maar ja, het is een beetje. Ja, mijn stem is een beetje hees, maar dat komt vast wel goed. Dus. Ik zie je zo. Tot zo. Doei doei. Yes, beste mensen. Nou, mijn stem is nog slechter geworden. Maar ik heb hier een flesje water erbij. Gaan we even lekker gewoon opdrinken. Even kijken of dat mijn stem wat beter wordt. Nou. Ja, stukken beter. Nou, dat is een beetje schor. Maar ik ga hier wel de vlog bij afsluiten. Ik heb voor de rest niks meer te melden. Ik ben dus nog 0 op de klok. Iets voor 1 uur, iets te laat. Maar in ieder geval wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vlog. Dus ja, vergeet natuurlijk niet een tikker daarvan zetten. Vinden mijn kanaal toch weer natuurlijk hier beneden. En hopelijk zie ik jou morgenmiddag om 3 uur gewoon terug bij een nieuwe vlog. En dan zijn we zoals altijd. Laters.